Dames en heren, het verheugt me om u hier zo talrijk aanwezig te zien op de voorstelling van het werk van historicus Frank Sebrechts. Het is precies omdat er een nood aan was bij heel veel mensen die eigenlijk maar pas in de voorbije jaren, laat ons zeggen, de Vlaamse beweging hebben ontdekt, dat ik terug aan zoiets ben begonnen. Het is een project dat eigenlijk al enkele jaren geleden is ontstaan en blijkbaar vond de N-VA het interessant om daarop in te pikken. Maar het is dus wel zo dat ik geen enkele druk of zo heb ervaren van de partij. Ik heb mijn eigen ding mogen doen. Vlaanderen is een opdracht om aan zoveel mogelijk van die 6 miljoen mensen te zeggen: wij zijn uw vakbond in de wereld. Wij zijn uw democratische cirkel, wij zijn uw respublica, wij zijn uw ethische gemeenschap. Lidmaatschap van ons betekent dat wij solidair zijn met u en u met ons. Impliciet, wij stellen daar geen vragen over. Vlaanderen is het antwoord. Maar dan is het ook een werkwoord. En dan moet je het zo invullen dat jonge mensen daarin kunnen meegaan. Ik denk dat je als partij altijd moet blijven investeren in je eigen ideologie. Je mag dat niet als verworven beschouwen. Je moet inspanningen doen om die kenbaar te maken. En liefst op een heel laagdrempelige manier. Wat we vandaag gezien hebben is schitterend. Het werk dat geleverd is door Frank Sebrechts is fenomenaal. Om te willen weten wie je bent, is het belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Ik denk dat we dit in dat boek ook zien. Dat we die Vlamingen terug ook kunnen tonen wat hun roots zijn, wat hun basis is. Zodat ze zich overtuigd Vlaming kunnen voelen. Ik denk dat die Vlaamse beweging zich op een heel hedendaagse manier moet presenteren aan de komende generaties. Vlaanderen is een ethische gemeenschap, dat is een democratie, dat is ons syndicaat in de wereld, een wereld die altijd maar groter wordt, maar dat ook houvast kan bieden aan mensen, burgerschap kan bieden, democratie kan bieden, in die kring van 6 miljoen mensen die de onze is. En we moeten daar een warm project van maken waarin we mensen kunnen opnemen, ook nieuwkomers kunnen opnemen, op een heel vanzelfsprekende manier, in het besef dat er nog heel veel werk aan is.